Nederland, dus Benelux en shit. Maar ik heb de video van Nathan van der Gunst gezien. En eigenlijk is het denk ik wel low-key een diss track of zo. Maar hey, we're gonna react to it. En we zullen wel horen of het low-key een diss is op Nathan van der Gunst, a.k.a. Acid. Maar ik zie dat ze echt wel crazy gaan, like op TikTok en zo. En die zijn nu ook de biggest Belgian YouTubers, toch? Of de grootste Vlaamse YouTubers. Acid, catch the fuck up. Of misschien ga ik de volgende grootste Vlaamse YouTuber worden. Who knows? First black Vlaamse YouTuber die zo big gaat. Dat zou iets moeten worden. Dus subscribe, please subscribe, bro. Man, make it happen, man. Make it happen. Hey, broeder, ik weet dat je aan het kijken bent, man. Subscribe op mijn YouTube kanaal. Like, ik geef er eigenlijk niet echt zo'n harde fuck om of jij nu subscribe op mij of niet. Want at the end of the day, zelfs de grootste YouTubers hebben soms 50% van de mensen die naar hun video's kijken die niet eens subscribed zijn. Maar subscribe gewoon op mijn YouTube kanaal. Road to 10k, man. Let's go. Kijk, weet je wat dit zo grappig maakt? Het zijn gewoon Vlamingen, man. Kijk, hij komt uit een auto, uit een Western Mercedes of whatever dat het ook is. En het is gelijk dat hij het zo gangster wil maken op een of andere manier. Maar I don't know, man. Is dit waar is dit waar dat Belgen op kicken eigenlijk? Zijn dat de mensen die nu echt gewoon de shit zijn? Want dan ga ik ook gewoon stomme video's beginnen maken op hun manier, hè? Like, what the fuck? Ze staken de boel in vuur en vlam. Oh yeah, gangster! Hey, die Michiel is gangster, man. He got them guns, he go pistol with your ass, my nigga. Chill. Yeah. Ik zeg je, die Michiel is een gangster, man. Off camera, die nigga doet shit, man. Sowieso. Sowieso die guys hustling in the streets, man. Michiel is sowieso pushing, man. Hij heeft sowieso allemaal loopjongens die shit doen voor hem, man. Michiel is een Biggie Dagu, man. Niet spelen met Michiel, man. Michiel is die guy. Yo. Dit is echt een joke. Je bent zo bijzonder op een paar seconden miljoenen views op TikTok, je gaat viraal. Yo, zijn deze de duivels? Like, zijn die... Is dit de Belgian Illuminati? En is dit... Yo! TikTok! Yo, hey, ik ben niet mee, Why is deze tune, man? Waarom heeft dat 1,9 miljoen, man? Omdat dat Celine en Michiel zijn? Ik haat niet, hè. I mean, ze doen whatever the fuck dat ze willen, hè, maar bro. Is dit waar dat jullie echt op kicken en shit? Like, stop met de verkeerde mensen fame te geven, man. Er zijn zoveel underrated people waarvan dat jullie niet eens weten die... Ben je arm of rijk, wit, bruin, rood of anders getint? Yeah. Now listen, that's called motherfucking bars, nigga. Fucking you know nothing about that. Hey, guys, ik kan ook gewoon een tune maken dan zo. Moet ik dat doen? Moet ik een tune maken over de politiek van België? En alles dat gewoon te maken heeft met fucking België? Why is deze tune, man? I don't get it. Allemaal gelijk. En stiekem punt al wie iedereen verstaat. Oh, ja. Je denkt er toch
krijg Loki zelf een raar gevoel bij de vibe dan die kids mij afgeven ofzo. Hold up, wait a minute, something ain't right. Het is gelijk niet zo organic ofzo. Yo, Semi man, Semi, Celine, Michiel, dat zijn die zijn de nieuwe Jay-Z en Beyoncé van België man. What the fuck. Ik heb zelf geen zin meer om te reageren, besef. Deze tune is zo ass. God damn it bro. Oh, cringe! 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 Cringe level 900. Oh, oké, boomer. Oh, je ziet gewoon zo dat die echt gewoon getraind zijn, man. Like, dit is niet organic, man. Die zijn gewoon getraind, like social media trained, man. Ze weten alles over de social media, man. Oh my god. Dus eigenlijk, deze song, ze flexen eigenlijk op jullie mee dat ze veel views halen binnen de paar minuten, seconden. Dat ze veel fans hebben, dat ze in Parijs zitten met Neymar en noem maar op. En what the fuck is deze tune, man? Please, 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 Ace it, please, please, I beg. Haal deze motherfuckers in, shit op hun. En rule the fucking YouTube scene van Vlaanderen / België terug. Want ik ga niet accepteren dat deze mensen aan de top staan. Nope, 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 nope. Fuck that, fuck that. Dus Acid, do dat. No, ze willen stanky legs, ze willen stanky legs. Wat doen ze? Waar is dat? Nou, op. Op wat reageer ik eigenlijk nooit? Op wat reageer ik eigenlijk at this point? What? Ik kan het niet meer luisteren. Deze song krijgt een 0.5 op 10 van mij. Dit is het slechtste nummer dat ik ooit op heb gereageerd. Ik heb nog nooit zo'n laag cijfer gegeven. Sterker zelf, ik heb nog nooit een cijfer onder de 5 gegeven. Maar dit is een 0.5 op 10. Oh my god, what the fuck is deze tune, man? Wat is dit? Ik ben sprakeloos en dit zijn de trending people in België, Vlaanderen. Dit zijn de mensen die dan ons representen, zeg maar. Hey Sid, catch the fuck up, man, alsjeblieft. Ja, anyways. Guys, hebben jullie genoten van deze reaction video? Like, deel, abonneer, volg mij en mijn editor en mijn thumbnail creator op Instagram. Link zal sowieso in de beschrijving staan. En dan zeg ik zoals altijd, goodbye my niggas. Ben sorry zonder in die wereld. Zonder je bent cool en trending echt niet meer normaal. Je bent zo bijzonder op een paard.